Hallo kijkers, toch willen kijken naar deze gloednieuwe video in de survival van deze cavewereld. Als je de vorige aflevering hebt gezien, dan weet je dat we in een grote wereld zitten ondergronds. Ja, we zitten in een wereld waar alleen maar caves zijn. Ik heb even offscreen nog wat voedsel verzameld. Ik heb hier even wat vis gepookt. Ik heb even wat gevist hier en dan al het vis gepookt. En we hadden hier echt een trap naar boven. Ja, dat was hier zo. En dan komen we hier op een dak. Dan kwamen we daar boven op een mooi plekje uit. En lijkt me leuk als we hier even wat cobblestone stairs maken. En als we dan als hier de trap, dat we dan hier zo plaatsen. Moet het dan wel hier even uitbreiden dat we er mooi door kunnen. Zo kunnen we sneller naar boven gaan. Ik zie ook dat ik steeds een blokje boven ons moet hakken, anders kunnen we er niet door. En hoe gaat het met jullie kijkers? Met mij gaat afgelopen week was het een beetje heel veel wisselvallend bij mij. Maar op dit moment gaat het wel oké. Ik had net nog pizza gegeten. En laat even weten in de reacties wat jullie favoriete pizza is. Ik hou wel gewoon van de standaard Margherita. Vind ik gewoon het lekkerst. Ja, ik weet, het is heel erg standaard, maar ja, vind ik gewoon leuk. En pizza, ananas op pizza, vinden jullie dat kunnen of niet? Laat het even weten in de reacties. Misschien ga ik het later nog allemaal decoreren. Ja, dan kom hier weer uit bij dat één stukje. Hier hebben we een klein stukje waar gras is. Ik weet niet of er in deze wereld ook dieren kunnen spawnen. Ik zou het wel heel erg vet vinden als hier dieren kunnen spawnen. Ik ben toch aan het opnemen. Oké, goed. Ik was even aan het controleren of ik wel aan het opnemen was. Anders heb ik dit helemaal heel stuk opgenomen voor niks. Nou, meestal moet je toch wel eens dubbel controleren of je wel aan het opnemen bent. Oké, dan de trap ging hier weer verder. Ik denk niet dat we uitkomen met stairs. Maar we zullen wel zien. Oké, dit hadden we de vorige keer gevonden. En, oh, we spawnen dieren. We kunnen dus wel dieren krijgen. Oh, dat is goed om te weten. Ik zie een varken. Die sluit ik al meteen op. Varken, kom hier even. Oké, daar komen de varkens. We hadden hier pompoenen gevonden. Dus er kunnen wel eens dieren spawnen. Dat is goed om te weten. En ik ook even weer een reactiemail laten komen. En die komt nu in beeld. En die zei dat ik mijn gamma of zo moet aanpassen. Zodat ik meer kan zien. En zoals je ziet heb ik het nu aangepast. Dus ik kan beter zien in de caves. Alleen ja. Ik weet niet of ik hem zo wel ga houden. Of ik hem later weer aanpas. Want het heeft wel iets als het ook donker is. Maar we moeten weer die trap verder maken. Waar was dat ook alweer? Ik zal dit weer even zoeken. Ah, hier is het. Ah, we gaan niet genoeg stairs hebben. Ja, we komen niet uit. Dat is balen. Ik ga wel nog eentje in een stukje wegmijnen. Zodat ik zeker mijn hoofd niet stoot. Oké, we zijn weer bijna beneden. Ik denk dat we is dringend ook wat armer moeten maken. Ik heb ook een nieuwe leather boot. Die had ik gevangen tijdens het vissen offscreen. Oké, we zijn er. Ik had een paar trappen nodig. Dus die kan ik nu maken. Ik denk dat ik ook wat hout moet verzamelen. Want hout is echt extreem zeldzaam in deze wereld. Aangezien er geen bomen zijn. Dus al het hout moet je halen uit Minecraft. Ik vraag me af, kunnen we ook sugarcane vinden of niet? Als we sugarcane kunnen vinden, kunnen we misschien later ook enchanten. Maar als er geen sugarcane is, gaat dat moeilijk. Oh god. Het is wel handig als we... Hoe kunnen we nu aan appels kopen? Ik dacht, goud, handig als we een gouden appel willen maken. Maar hoe kunnen we nu aan gouden appels komen als er helemaal geen bomen zijn? Dus ja,
kunnen nog steeds goud gebruiken voor. Dit wil ik even snel pakken. Ik denk dat we ook heel snel iets moeten maken waar we onze items kunnen bijhouden. Ik denk dat het beter is om zo'n. Zo'n ding. Ik kan even niet op de naam komen. Geen kist, maar een ander ding. Waar je kan dingen in bewaren. Een barrel, dat was het. Maar je kon echt niet meer op de naam komen. Dit kost minder hout. En zo verspillen we minder hout. Ja, waar ik dat vaak ook alweer dat ik had opgesloten. Hier zo. Als ik dat varken daar ook kan krijgen. Kom varken. Dit wordt nog een lastige opdracht. Ik denk dat we dat pas moeten doen als we wortels of zo hebben. Dan kunnen we ook misschien aan iets komen. Ja, wacht eens even. Oh, ah ja, we hebben licht nodig. Ik ga even hier random fakkels plaatsen. Het moet wel. Anders gaan hier echt extreem veel monsters spawnen. En dan ga ik waarschijnlijk dood, want het is ook nog hardcore. Dus we hebben maar één leven. Ik kan al beginnen aan een koeienfarm. Maar ik vind het toch wel vreemd. Hoe kunnen nu ondergronds dieren spawnen? Want we zitten ondergronds. Waar ga ik de koeienfarm maken? De koeienfarm maak ik hier wel. Ja, de spin valt me natuurlijk aan. Ik heb een schild. Ik moet wel een groot plekje hebben voor de koeien. Oh, dan is het ook wel veel makkelijker om aan voedsel te komen. Dan hoef ik niet de hele tijd weer te vissen. Daar ben ik wel blij mee. Want dat vissen was wel een saai klusje, vind ik. Oh, zeker als je helemaal geen enchantments hebt op de visengel. Als je Luke of the Sea hebt, nog lure en zo voor sneller vis, dan was het misschien nog leuk. Maar zonder die enchantments is vissen best wel saai. Oh, we hebben niet eens genoeg hout voor een trapdoor. Ook weer hout verzamelen, zeker. Weet je wat? Ga ik later wel doen. Ik wil eerst de koeien lokken. We hebben maar één koe. Ik dacht dat we hier nog eens anders een koe hadden. Kom hier. Dit is je nieuwe thuis. Nou, nu ben je hier opgesloten voor altijd. Snel weg doen. Nu gaat die koe zeker en vast niet meer ontsnappen. En dit ook nog. Hakken we daar weer wat hout. Het is wel heel erg vervelend als we dat voor hout helemaal naar beneden naar de mineshaft moeten gaan. Ik denk dat ik gelijk in één keer heel veel hout moet hakken. Zodat we genoeg hebben voor een lange tijd. Maar hoe denken jullie dat ik dood ga gaan? Want het is natuurlijk hardcore. Ik denk dat ik dood zal gaan door een creeper. Dat er binnen zo'n creeper achter me staat en dan kaboom, dood. Oh ja, je hebt nu ook van die chain dinges. Is wel vet. Heb ik mijn schaar bij me? Nee, dan doe ik het wel weg met mijn zwaard. En hier zijn we allemaal, hier is, was het allemaal begonnen. Dit weet ik nog. Maar we hebben hier ook veel hout. En dat is wat we nodig hebben. Onze bijl is kapot. Maak wel een nieuwe bijl. En kunnen we een iron bijl maken? Ja, dat kan. We hebben net genoeg. Oep, ik moet juist het item selecteren. En dit gaat het hakken voor hout. 10 keer zo gemakkelijk maken. Of ja, 10 keer is misschien wel overdreven. Maar het gaat wel veel makkelijker zijn. Oké, we hebben nu 1,5 stek aan hout. Ik denk dat dit wel genoeg is voor tijdelijk. Ik had even een dit nodig, een trapdoor. Je gaat zo wel zien waarom. We hebben er 2 nu, dus het komt net goed uit. Gevaarlijk. Die gaat waarschijnlijk mijn hele farm opblazen. Oeh. Ik kom er goed mee weg. Dus ik kan dit plaatsen.
dan kan ik hierover springen. En als ik dan dit zo plaats. Wacht, even een ander plekje. Misschien. Wacht, zo. En dan dit weg. Nice. Dan kan ik er steeds in. En dan kan ik er ook uit zonder dat de koeien eruit kunnen. En hopelijk spant er nog snel een tweede koe. Maar ja, ik denk dat dit goed is voor de tweede aflevering. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik denk dat we de volgende aflevering gewoon wat diamonds gaan zoeken ofzo. En dan zie ik weer terug bij de volgende aflevering. Dus doei doei.